Die twee die zijn gek. Ze denken nog bruiner te kunnen worden dan dat zal zijn. Maar hoe lief leggen ze daar met z'n tweetjes. Tante Mary komt zo. En ik heb een korte legging aan. Mary die zegt dat het een boxershort is. Nee, het is geen boxershort. Nee. Nee, het is een korte legging speciaal voor mensen die rokken, jurken dragen. En als dat eens een keer omhoog waait, dat je niet in je onderbroek staat. Ja. Zo, lieve vrienden, ik wens jullie als eerst een hele fijne zaterdagmiddag toe. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Jullie zien, ik ben niet opgemaakt. Ik had eigenlijk graag mijn haar willen doen, maar of ik het doe, weet ik niet. Want ik verga van de hoofdpijn en ik ben er misselijk van. Het is vandaag de zaterdag, zei ik al. Het is de derde van de negende 2022 en we leven om 14:56. Ik ga met de hondjes uit en ik hoop dat ik daar een beetje van opknap. En dan zien we dan wel weer, want bij lang niet in orde vandaag. Nee. Maar ja, dat hebben we allemaal al eens. En het zal ook met het weer te maken hebben. Het schijnt 24 graden buiten te zijn, maar het waait als een raket nog steeds, ja. En ik denk toch dat ik mijn vest meeneem. Of ik hem aan moet hebben, weet ik niet. Want er staat wel een beste wind en als die uit de verkeerde hoek komt, dan is het er geen. Toch, ondanks dat het 24 graden moet zijn, is daar toch wel koud, die hoek. Ja. En dan kan ik hem dan toch beter aantrekken dan niet. Ja, je wilt niet ziek worden verder. Maar oké, met chronische hoofdpijn, ja, dan weet je het altijd wel. Nee, toch weer eens een paar dagen of een dag ertussen dat je niet vooruit te branden bent en dat je zo beroerd bent als ik weet niet wat. Maar ja, dat kan iedereen gebeuren. Ook jullie zullen wel iets chronisch hebben, want geen mens is perfect. Nee, maar in ieder geval, nogmaals lieve vrienden, geniet van jullie dag, want het is wel prachtig om weer blauwe lucht, geen wolkje te zien, zover ik kan kijken. Dus ja, het is lekker. Dus ga ervan genieten en doe je ding, maar geniet ook zeker weer met ons mee. Die twee die zijn gek. Ze denken nog bruiner te kunnen worden dan dat zal zijn, maar hoe lief leggen ze daar? Met z'n tweetjes. Tante Mary komt zo. Ja, Tante Mary komt zo. Ja, echt waar. Zo. Ja, ik ben nog steeds niet opgemaakt. En ik was even bezig een plaatje te verwerken. Omdat het gaat om Heilige Maria. De moeder van God. Ja, maar wat staat er? Geen Maria, maar Heilige Rita. Of Rita heilig is, weet ik niet, maar Maria wel. Dus ja, nou en ik ben dus al lang al weg geweest. Ik heb nieuwe vriendinnen ontmoet, hele leuke jonge meiden, hartstikke gezellig. De ene die is, nog maar net een maandje in Den Helder komen wonen en ze weet bij hoge belaagde weg hier nog niet. Dus ja, ze zal dan een straat vinden waar ik altijd op het terrasje zit met mooi weer. Dus daar heb ik haar naartoe gestuurd. Dus, want ze wou een patatje en dan wou ze eerst... in mijn achtertuintje, nou, dat is niet lekker. Die... En ten tweede is die ook schreeuwend duur. Dus nee, ik heb haar nou daar naartoe gestuurd waar ik altijd ook een wijntje drink.
tijdens, alleen nog maar tijdens de Juttertjesmarkt, ja. Verder is niet. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, ja, geniet gewoon verder van je dag. Merit, die komt zo deze kant op, dus ja. Daar gaan we ook van proberen te genieten. Maar ik ook moet mijn haar doen, dus ja, hoe en wat, ik weet het allemaal even niet. Ja, lieve vrienden, toen hield de camera op. Ja, die zei ik ben vol, dus ja, I am so sorry. Ik heb hem geleegd en alles en ik denk ik moet even mijn filmpje kijken waar ik mee bezig was. Dus dat heb ik gedaan. Maar ja, toen kwam ook Mary nog langs. Maar ik kon niet filmen meer, nee. Ja, met mijn mobiel, maar ja. Ik probeer zoveel mogelijk toch hiermee te filmen en de mobiel is dan voor buiten, weet je. En voor in de nachtelijke uren als ik iets moois zie. Maar oké, maakt niet uit, we zijn er weer. En Mary is net de deur uit, dus nou is het tijd voor ik, hè. Ik ga naar boven, ik ga mijn haartjes doen. Opmaken doe ik niet meer. Nee, dat is vanmorgen misschien weer. Maar ik wil het lekker even doen. En dan komt het allemaal wel goed. Ze zei van, ah, bovenop hoeft het niet, moet ik het vannacht, want dat ziet er niet uit. Maar ik zie toch zelf dat ik heel uitgegroeid heb, ja. Dat zie ik ook in de spiegel. Dus ik moet het helemaal gewoon doen. En hoe ik er onderweg kom, ja, dat zien we dan wel weer. Ik doe mijn sieraden af, ik kleed me half uit en dan gaat handschoenen aan. En dan ga ik het helemaal insmeren. Trek ik een oud shirtje aan, dat niet hindert. Of een oud broekje, maar ja, weet ik veel. Ik zie wel wat, ik ga eerst opzoeken wat ik aan kan trekken. Dat het wel luchtig is. En ik heb een korte legging aan. Meri die zegt dat het een boxershort is. Nee, het is geen boxershort. Nee. Nee, het is een korte legging speciaal. Voor mensen die rokken, jurken dragen. En als dat eens een keer omhoog waait, dat je niet in je onderbroek staat. Ja. En je kan ze ook kopen bij de Vibra, CQC, man, maak ik nog reclame op, maar ik word niet gesponsord. Maar die hebben ze te koop, sowieso de Vibra, dat weet ik pertinent zeker. Simon weet ik niet. Maar in ieder geval, ze moeten uitverkocht zijn op dat moment, maar ze krijgen wel weer nieuwe binnen, zomers. Het is een seizoenartikel. Maar in ieder geval, ik heb er vier, twee zwarte, twee witte. Leg eraan wat voor kleding ik aan heb. Nou, daar hoort er een zwart onder en daar hoort weer een witte onder. Nou, waait je rok of je jurk eens een keer omhoog, sta je niet in je onderbroek, maar in een keurig netjes een korte legging aan. Ja, staat wel zo netjes. En ook wanneer je een rok of een jurk draagt, zoals wij vrouwen, en er zit geen voering in, niks aan de hand, kun je ook zo'n broekje aan. Ja, maar het heet geen boxershort hoor. Nee, echt niet. Dat is voor mannen. En zegt ze ook van dat het voor vrouwen is. Nou, ik heb nog nooit een vrouw in een boxershort zien lopen. Of ze moet de onderbroek van de man aan hebben. Nou, ik denk dat je dat niet doet als vrouw zijnde. Nee, ik vind dat, nee. Dat zijn dingen voor een man en niet voor vrouwen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga dus lekker naar boven toe mijn haar doen. Ik ga de deur even op slot gooien. Dat er geen vreemden binnen kunnen komen en ik ben vertrokken, ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer even retour, want zoals jullie zien, ik heb mijn haar weer gedaan. Het is nog nat en alles, maar dat is schoon. Ik ben ook alweer met de meiden naar buiten geweest. Ik hoop dat het ook van achter goed gedaan is. Ik draai me even om in de hoop dat jullie dat kunnen zien. En dat ik niet overtollig rood ben op mijn schouders, et cetera. Nee, ja. Je weet me nooit, ik heb achter geen ogen. Nee. Ik heb mijn schort ook om, zoals jullie zien. Want ik ben nogal laat ook vanwege dat ik mijn haar nog moest doen nadat Mary weg was. Ja, toen was het ook alweer veel later vanzelf. En ook moeder de natuur die riep me. Dus ja, dan moest ik ook daar weer naartoe. Dus al met al ben ik later dan ik had gewild. Maar mijn groente is schaar in ieder geval. Ik ga even aardappeltjes in de oven gooien op het bakblik. Want ik heb van die aardappelschijfjes die gekruid zijn en al. Nou, dan kun je zo mooi op het bakblik doen.
Nou, en dan kan even een paar minuten in de oven, is dat toch ook klaar? Ja, dames, halleluja. Maar ik warm eerst de oven voor, totdat die groen is en dan gooi ik het erin. Ja. Maar ik ben dus net terug, zoals ik al zei, maar ze zijn alweer aan het ouwe hoeren. Dus ik gooi ze even naar buiten toe. Ja, ik kan dus even de rest kwijt, maar ze zijn o zo lief geweest. Dus ja, helemaal top. Dus ik zeg, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avondgewenst. En tot later. Ja, ik ben gisteren helaas ook weer vergeten om wel trusten te wezen, maar dat had ook zo zijn ding, ja. Maar kom wel weer goed. Ja hoor, ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed en tot later. Like a soul.